De bladeren zijn van de bomen en Jong AZ heeft bijna al tegen elke Jupiler League club gespeeld. Na een voortvarend begin zit alleen de klad er een beetje in. Weinig punten worden er meer gepakt. 17e staat de ploeg met 16 punten uit 16 duels. Het jaar dat Ajax en PSV en FC Utrecht voor de allereerste keer in de Jupiler League kwamen, dacht ik alleen maar Ajax wat in de middenmoot stond. En de rest had het ook heel moeilijk. Dus dat is een heel voorspelbaar proces. We accepteren geen verlies. Natuurlijk niet spelen we om te winnen. Maar ik had dit wel verwacht dat het met ups en downs zou gaan. Afgelopen speelronde speelde Jong AZ in Doetinchem tegen de Graafschap. Het verloor door een persoonlijke fout met 1-0. Oh, wat een misser daar van doelman Nicolai. En dan heeft Van Michem toch zijn goal. En toch dankzij Olij. En de stemming opperbest. Bij de Graafschap, niet bij Jong AZ. Nee, dat is het meest vervelende wat er is. Maar het verzacht wel als je een ploeg ziet die afgelopen vrijdag echt alles heeft gegeven om voor een goed resultaat te knokken. En gepaard met goed voetbal. Ik kan me ook zo voorstellen dat bij jou, bij die jongens, denkt van nou, we mogen nu ook wel een keer weer winnen. Ja, tuurlijk. Dat hoort erbij. Maar uiteindelijk wil je heel graag winnen, maar gaat het wel. Het is een stokpaardje om het ontwikkelen van spelers. En als van deze groep volgend jaar weer jongens bij de A-selectie zitten, dan hebben wij het geweldig gedaan. En uiteindelijk gaat het daarom. Op bijna de helft van de competitie heeft Haren een goed beeld van zijn ploeg. Hij somt de belangrijkste zaken op. Dat de voetballers altijd overeind zijn gebleven. Dat we niet één keer zijn weggespeeld, alleen tegen Fortuna uit, op de counter. Dat we fysiek nog wel wat bij moeten spijkeren. Maar kijkend dat we toch wel progressie maken. En met name dan de jongens waar Danny en ik dagelijks mee trainen. En dan laat ik even de jongens van de A-selectie buiten beschouwing. Jongens die vaak meedoen en bij het eerst op de bank zitten, zoals Garcia en Belhassani. Maandag de volgende krachtmeting thuis in het AFA-stadion tegen Cambuur. We geven niet op hoor. Uiteindelijk is een gemiddelde van 1 punt geweldig als je dat dit eerste jaar haalt. En tot zover dit AZ Magazine. Tot volgende week.